Hi en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik aan de slag weer in de winkel, maar het is een iets speciale dag als anders. Ik ga namelijk bruidswerk maken en ik dacht dat is wel leuk om te laten zien. Vind ik ook echt het leukste van mijn vak. Zou ik het liefst elke dag willen doen, maar dit jaar is het sowieso iets anders in verband met het coronavirus. Ja, zijn er wat bruiloften verzet, wat gecanceld, dus dat is wel jammer. Maar ik heb er vandaag eentje wat wel doorgaat, dus ik neem jullie mee. Ik zal eerst eventjes een fotootje laten zien van wat ze hebben besteld. Ze hebben niet precies hetzelfde besteld, maar ze willen ongeveer dat sfeertje en voor de rest is het aan mij wat ik ermee wil doen. Dat is deze foto. Ik hoop dat jullie het zo een beetje kunnen zien. Het is ja, een beetje vintage, wat losser. Veldbloemetjes, dus ja, zeker leuk. Ik ga gauw aan de slag. Het maken van het bruidswerk begint eigenlijk al echt bij het bespreken met de klant. De wensen van de klant, hoe precies willen ze hetzelfde als de foto, wat ze hebben gezien. Ja, zo heel veel dingen, bepaalde bloemen die ze erin willen. Ga zo maar door. En naar aanleiding van dat gesprek speel ik in en denk ik al helemaal mee. Wat wil ik in mijn bruidspakket gaan verwerken? Wat vind ik passend? En die ideeën leg ik ook voor aan de klant. Dus ja, dat vind ik al heel leuk, want vanaf dat moment begint het proces al in mijn hoofd. En dat is ook wat ik nu heb gedaan. Ik wil jullie even laten zien welke bloemen ik nu heb uitgekozen. En dan ga ik beginnen met het binden van het boeket. Ik heb ze allemaal mooi gesorteerd, allemaal schoongemaakt en daar kan ik aan de slag. Maar ja, en daarnaast zijn er ook nog dingen als aankleding in de kerk, in de gemeentezaal. Corsages, die maak ik straks ook nog. Bruidsboeketje voor de bruid zelf, maar ook voor het bruidsmeisje. Een autostuk. En zo zijn er vele mogelijkheden hoe je kunt uitbreiden in een in bruidswerk. Maar ik ga nu eerst beginnen met het bruidsboeket zelf. Zo werd het resultaat. Zowel het bruidsboeket als de corsage wordt afgewerkt met een stuk van de jurk van de bruid. Ik heb net het corsage klaargemaakt. Ik zal jullie hem even goed laten zien. Daarna ga ik verder met het afwerken van het bruidsboeket. Toch? Super blij mee. Ja. Mooi afgewerkt. Een mooi pareltje. Ik kom even tussendoor, want ik dacht ineens hoe leuk is het eigenlijk om te zien wat voor bruidswerk ik allemaal heb gemaakt. Dus er komt even een reportage tussendoor met allemaal foto's van bruidswerk die ik heb gemaakt. Het is natuurlijk maar een klein deel van de collectie wat ik heb gemaakt, maar zeker leuk om te zien. Dus kijk gezellig mee. Nou, dat is mooi afgeleverd. Ik was er zelf ook erg blij mee. Onze beide kasten ondertussen geopend. Dus ik wil jullie even een kijkje geven hoe we het veranderd hebben. En hoe het weer zo mooi vol staat. Alles in water. Ik ga nog even een rondje door de winkel doen. Dan is dat ook klaar. En dan gaan we weer binnen zetten. En zit die dag er weer op. Dat zou je nog even meenemen in. Om de vlog af te sluiten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien hoe ik mijn bruidswerk heb gemaakt. En jullie zien me in de volgende video weer.